De gemeentelijke adviesgroep dierenwelzijn organiseert een tweedelige gedragscursus voor honden. Deze wordt begeleid door Katrien Teugels, dierenarts, die je twee avonden laat meedenken van hoe kan je beter met je hond omgaan en hoe kan je je hond beter leren kennen en africhten. Als we spreken over een hond belonen, zeggen wat goed is, hem tonen wat goed is, spreek je over bekrachtiging. En in het Engels hebben we daar een schoon woord voor, reinforcement. Zoals jullie misschien weten, staat de hond tegenwoordig in een echt negatief daglicht. Nu, de cursus die vandaag gegeven wordt, is een cursus die moet verhelpen dat in de toekomst bijtincidenten nog gaan voorkomen. En een hond moet in alle omstandigheden gehoorzaam blijven. Om een hond sociaal te kunnen krijgen, zijn deze lessen of deze cursussen van heel groot belang. Ik raad iedereen aan, als we de kans hebben, neem deel aan zo'n cursus. Je steekt er altijd wat van op. Wij zitten vandaag hier op Meulenberg voor de 8e keer toen wij de wandeling met de Nacht van de Geschiedenis in het kader van Wijk in de Kijker. Wij zijn begonnen in 2004 met een wandeling langs de Grote Baan. En daarna hebben wij systematisch alle wijken van de gemeente Houthalen-Helchteren afgewandeld. En nu zitten we dus op de wijk Meulenberg. En daarna hebben ze dat dan afgebroken, hebben ze toestemming gekregen om deze mooie moskee te bouwen. En dat is getekend door de Houthalense architect Bert Verreken. Op die wandeling, dat is ook wel iets heel speciaals, hebben wij gedacht van kijk, wij bieden niet alleen een wandeling aan met gidsen, dus die groepjes van 25 tot 30 mensen in de wijk rondleiden. Maar we geven de mensen ook wat te eten en te drinken. En vandaag is dat ook weer aangepast aan de situatie hier. Dus men krijgt ook Marokkaans en Turkse hapjes. En dat is wel bijzonder en dat spreekt de mensen ook heel erg aan. We hebben er ook weer een boekje over samengesteld. En dat heeft de mooie titel Meulenberg van een kleurrijke wandeling tussen watermolen en steenkolen.